dit filmpje gezien, want ik word gekweld door dubbele gevoelens. Wat een geweldig programma was het. Ja. Niet te geloven. Ja. Maar ja, ik ben meer geschrokken dan ik dacht dat ik zou schrikken, moet ik je eerlijk zeggen. Dat geldt niet alleen voor de incidenten die zich hebben afgespeeld, waarbij Matthijs magistraal uit de bocht vloog af en toe. Op hele pijnlijke wijze, mensen beschadigd, et cetera. Dat is op zich al erg. Maar waar ik het meest van schrok is dat in die 15 jaar regelmatig signalen zijn gegeven naar Vara BNN, naar de NPO, naar Frans Klein, naar allerlei mensen dat er iets mis was. Mm-hmm. En zoals iemand zei, er was een structureel passieve houding. Een van de eindredacteuren heeft dat gezegd. Mm-hmm. En dat vind ik heel erg. Er werd gewoon weggekeken, is ook een quote uit het artikel. En wat zijn de belangrijkste aantijgingen die jou bijblijven nu? Je hebt ook wat notities gemaakt, hè? Ja, natuurlijk. Ik neem mijn werk serieus. Oké. De belangrijkste aantijgingen treffen natuurlijk wel, om te beginnen, Matthijs zelf. Hij noemt dat over zelf in een reactie ook een modderpoel. Ik weet niet of hij dat letterlijk bedoelt, maar een inktzwarte modderpoel, zegt hij, waar hij in terecht is gekomen. Ja, je schrikt.